De moeder en de zus van Stefanie komen ook een handje helpen. Ik had geen stress, maar nu heb ik wel stress. Ja. Het trekt wel zien waarom. Dag dames, goedemiddag. Hallo, ik ben Gert. Dat ben ik. Hallo, goedemiddag. Dat is mijn zus en mijn moeder. Wil je komen proeven? We komen proeven. Supporter hem? Ja. Super. Model, een ertje stop. Ja, drie vrouwen in de keuken beginnen al te zweren. Wauw. Ondertussen is dat vlees goed. Gaan we dan op ons plank laten rusten. Het is boterzocht, hè. Kijk, een keer kleuren. Ik heb nog nooit gegeven. Nog nooit gegeven? Dat is wel lekker, hoor. Heel zacht van smaak geven. Het is belangrijk dat dat vlees nu kan rusten, zodat de sappen hem versmelten. En ook dat de warmte hem kan verspreiden. Hè. Dus nu moet je dat nog even op onze bak is veel beter dan haar moeder, denk ik. Denk ik niet, ben ervan overtuigd. Het is niet omdat mijn zus is, maar ze heeft zoveel talenten. Het is ongelooflijk. En ze moet een beetje meer in haarzelf geloven. En ik denk dat dat nu wel... Nu is bewijzer, hè. Dat ze het kan. En dan morgen moet ze het winnen, vinden wij. Allee, geen stress, hè. Maar ik vind persoonlijk wel dat Bram ook een hele sterke evolutie gemaakt heeft. Stefanie, ze heeft al enorm veel basiskennis. Hè. Bedoel, en alles wat ze geleerd heeft of wat ze had van Mahage, is allemaal uit haar eigen geleerd. En ik zei, chapeau, ze is 28 jaar. Hè. Dus ik denk dat de andere kandidaten allemaal een stuk ouder waren. En je mocht dat ook niet vergeten, want Stefanie werkt ook nog altijd een keer fulltime. En als ze s'avonds thuis komt, is het nog altijd een keer achter de uren dat ze het ook allemaal doet. Dus ik vind persoonlijk dat Stefanie nog een iets sterkere kandidaat is dan Bram.